Wij staan hier bij het politiebureau in Veendam. Waarom staat u hier? Wij kregen een telefoontje, mijn vrouw en ik waren in Drenthe, even een weekendje eruit. En kregen een telefoontje dat de twee mensen waren gearresteerd. Van Schokken Groningen, Piva Weert, woordvoerder en sympathisant van Schokken Groningen, Gert Vrieleen. En wat hebben ze dan precies gedaan? Ja, dat was eerst even afwachten, want de politie wilde ons dus niet te woord staan. Maar ja, we hebben dus zo pas gehoord dat er waren wat draadjes doorgeknipt. En ja, nu is feitelijk openbaar geweld worden aangerekend met oog op, ja, ze hebben aan iets gezeten. En nu? Wat gaat er met hun gebeuren? Ze zijn eerst weggevoerd, volgens mij naar Hooghout, cellencomplex Hooghout. En ja, nu is het even afwachten. Wat er gaat gebeuren, wat ik heb begrepen, zullen sowieso de nacht daar doorbrengen. En dan kijken hoe lang dat het duurt. Is er in uw gevoel echt een vernieling gepleegd? Of heeft u het idee dat er nu een aanleiding wordt gezocht? Volgens mij wordt er een aanleiding gezocht om, ja, de mensen als het ware een beetje bang te maken. Want ja, wees eerlijk, de eerste keer dat ik op de trein heb gefietst van het zand, ja, heb ik ook draadjes doorgeknipt en ja, waren ook aangifte gedaan en ja, even een paar uur op het politiebureau gezeten en in de cellencomplex en klaar is Kees. En ja, nu wordt er echt hoog van de toren geblazen. Mensen zijn afzonderlijk afgevoerd nu en ja, het is even afwachten hoe dit afloopt, maar volgens mij is het puur intimidatie. U kijkt ervan op dat dit gebeurt? Ja, ik had niet verwacht dat het op dit moment al zover zou zijn, maar er is grof ingezet. Ik ben vanmorgen dus geïnformeerd dat er een paar van Schokken Groningen onderweg waren. Die zouden een andere groep ondersteunen. En daar bleek dus achteraf bleek daar dus al een grote overmacht van politie aanwezig te zijn. Gaat dit uw actieplannen veranderen voor de toekomst? Blijft u op deze manier actie voeren? Wij blijven gewoon actie voeren. Alleen ja, we zullen nu toch even moeten beraadslagen met oog op ja, hoe het nu dus gaat. Dat de politie dus echt hoog inzet en mensen voor de kleinste vergrijp dus ja, gewoon oppakken. En wat ik heb begrepen is alles dus misschien een gedeelte vooropgezet geweest samen met de NAM. Want het bleek dus dat er direct iemand van de NAM aanwezig was om een aangifte te kunnen doen.